Parallel aan de restauratie is vanaf het begin af aan ook de bedoeling geweest om onderzoek te doen, ook naar de betekenis van het Apostelhuis. Omdat het zo'n bijzonder stuk in zijn oeuvre is. Op de eerste verdieping zit Sint-Stefanus. Het huis heeft 4 verdiepingen en in totaal zitten er in het huis ongeveer 40 figuren. Door dat helemaal in beeld te brengen kwamen we erachter dat op de begane grond de 7 diakenen aanwezig zijn. Op de eerste etage zit een deel van de apostelen. Op de tweede etage zit het overige deel van de apostelen. Daar zitten de belangrijkste apostelen. En daar zitten ook de 4 evangelisten. Op zolder zit dan een verzameling Bijbelse dieren. Doordat we dit nu weten, weten we ook dat hij heel goed heeft nagedacht, niet alleen over welke figuurtjes moet ik allemaal tekenen en wil ik erin plaatsen. Maar is ook duidelijk dat hij een hele specifieke hiërarchie heeft aangebracht in het plaatsen van die figuurtjes. En dat is ook de belangrijkste conclusie, denk ik, van het onderzoek. Dit is geen speelgoed. Dit heeft hij echt in een periode dat hij het moeilijk had, voor zichzelf gemaakt. Hij heeft er heel veel uren aan besteed en het lijkt wel alsof het een soort contemplatie was. Want hij heeft hier heel veel energie in gestoken en voor zichzelf iets heel bijzonders gemaakt.